De Wegenautoriteit Suriname heeft een bijzondere prijs in de wacht gesleept. Zij heeft namelijk een Gouden Ster Award voor Leiderschap en Kwaliteit in Genève, Zwitserland ontvangen van de Business Initiative Direction, BID. Dit vertelt Geo Norden, de trotse directeur van de Wegenautoriteit Suriname. Norden zegt dat het simpel begon met het schilderen van rotondes. We hebben aanduidingsborden voor werkzaamheden gemaakt, omdat de gemeenschap moet weten wie er precies werkt en wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd, zegt hij. De afgelopen tijd heeft de Wegenautoriteit goed werk verzet en dat heeft de aandacht getrokken van de organisatie die ons heeft voorgedragen voor de onderscheiding, zegt Norden verder. De Wegenautoriteit heeft een award gewonnen van de BID International organisatie. Het is een organisatie met 179 lidlanden. En ik denk dat Suriname dan de 180ste wordt, want we gaan ook lid worden. En we zijn eigenlijk in de categorie leiderschap en kwaliteit hebben we Gold Award gewonnen. Als u kijkt naar onze aanpak van zaken dat we goud hebben gewonnen, verwacht ik van mijn personeel. We zijn al op een niveau van goud. Dus ik verwacht van het personeel dat we gaan voor Diamond. De aannemers die eigenlijk ook een bijdrage hebben geleverd om zo'n succes te behalen, bedanken wij hierbij en we gaan ze ook vragen om te werken naar Diamond. De directeur zegt verder dat de Wegenautoriteit verantwoordelijk is voor de primaire wegen die bij wet zijn vastgesteld. Wij beheren en onderhouden ongeveer in totaal 800 kilometer aan wegen, vertelt Norden. Voor alle duidelijkheid, de Wegenautoriteit is geen aannemingsbedrijf. Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd, zijn dat aannemers van buiten. Wij maken contact met aannemers. Als het heel grote projecten zijn, kunt u dat in de media doornemen in de kranten. Dan plaatsen we het in een openbare aanbesteding. En voor kleine projecten gebeurt het via uitnodiging. De Wegenautoriteit was de afgelopen 2 maanden... hadden we een calamiteit, de coronie. We zijn direct daar eigenlijk uitgerukt. En op dat moment hebben we een aannemer ook gedirigeerd daar op coronie. En we hebben daar eigenlijk enkele duikers moeten afstremmen voor water. Over enkele weken gaan we daar beginnen met eigenlijk de normale werkzaamheden om de duikers daar te vervangen. En ik denk dat dat zeker een 2 tot 3 weken zal duren. Geo Norden, directeur van de Wegenautoriteit Suriname. Hij sprak over de Gouden Ster Award voor Leiderschap en Kwaliteit die zijn bedrijf heeft ontvangen van de Business Initiative Direction, BID.